hebt geschiedenis geschreven vandaag, hè? Besef je dat al een beetje? Nog niet, maar ik zal het denk ik binnen een paar minuten op het podium wil beginnen beseffen. Je genoot ook vanmorgen op het podium, vond ik. Een jonge, guitige, ja, frisse jonge man die daar als het ware staat van kijk, ik heb dat gedaan en ik heb er een plezier aan beleefd ook. Ja, ik hoe moet ik het zeggen? Ik wist dat vandaag eigenlijk heel moeilijk ging zijn om de trui nog te verliezen. Maar ik ben gewoon altijd attent gebleven. Het heeft heel lang geduurd voordat er een groepje weg was. Maar dat was eigenlijk heel goed. Dan was de koers redelijk rap gedaan. Maar we zaten met de hele ploeg altijd goed vooraan bij de eerste 20-30. En nooit in de gevarenzone. Altijd op de gevaarlijke jongens geantwoord. En ja, op het einde een heel goede job gedaan. Nog heel hard gereden om die mannen terug te pakken. Maar jammer genoeg had Fabio een beetje een minder dag. Maar dat kan iedereen eens overkomen. Dat is ook heel, heel correct en heel sportief dat hij heel eerlijk is naar de ploeg toe. En ja, dat is wel... Ik vind wel dat hij ons respecteert daardoor. En vooral de ploeg, dat we niet onnodig zouden gaan werken. Maar ik zeg het, we hebben een hele mooie week gehad. Ja, goede uitslagen. Eindwinst was het belangrijkste. En ja, het zal een week zijn die nog lang gaat bijblijven. Wat heb je deze week geleerd? Dat niet meestal de koninginnenrit moet zijn om het klassement te bepalen. Nee, maar... ja, ik wist dat de 3 dagen Zottegem, tijdrit en dan Ardennen de doorslag gingen geven. En dat waren de 3 dagen dat ik zeker op de afspraak was. En de 2 andere dagen moesten we gewoon geen tijd verliezen en dat is gelukt. Dus ja, leider zijn in een koers is eigenlijk relatief gemakkelijk om de koers te bepalen. Zeker op een parcours dat je goed moet liggen dan, zoals in de Ardennen mij goed lag. En ja, dan is het gewoon... hopen op goede dagen en hopen dat je er niet op doorheen zakt. Is dit nu een grote gelijk ook van de beloftecategorie over te slaan? Ik denk het wel. Ik denk dat er zeker niet meer aan getwijfeld mogen dat ik dit niveau aan kan. Als je ziet hoe ik gisteren de strijd met Tim aanging. Tim is toch wel iemand die bij de top 30, 20 van de wereld hoort. Daar ben ik steenvast van overtuigd. Dat is een wereldcoureur, Victor ook. Dat zijn mannen die ja, echt wel op het wereldniveau fietsen en dat is echt super knap dat ik dan met hun nu al de strijd kan aangaan. En dat vind ik wel... ja, ik ben er wel van verschoten van mezelf. Geniet volop op het podium straks. Ga ik zeker doen. Dankjewel. Remco Evenepoel. Wat een eindpodium. 3 Belgen op een rij. Tim Welles, Victor Kampenaerts en de eindwinnaar in het midden. Remco Evenepoel. Proficiat, man.